Dit is de finale. 4 keer 50 meter vrije slag mix. En Dominie Sikkema. En dan is er de eerste voorsprong voor paard nummer 5. En dat is de Dolfijn van de Boer. Halve lengte voorsprong richting de muur. Richting de eerste wissel. We zijn begonnen met 8 heren. En dan gaan we weer 8 heren te water. Elzerman, De Bruin, Struijf, Verhoeven, Simons, Stijnenburg, Kendrot en Kuipers. Hier te water. En Simons in baan nummer 5 pakt de ruime voorsprong voor de Dolfijn. Hij nu hier aan de leiding. En dan kijken we natuurlijk hoe dit af gaat lopen. De dames die gaan volgen. Kenzo Simons brengt de Dolfijn ruim aan de leiding. In 43-57, bijna een seconde voor op PSV. En een derde positie is het Amersfoort. Met Tamara Grove, Simone Kransker, de mooie weer in Noord-Lyon. Kinge Sandringa, Mout van der Meer, Jonna Wieding en Josien Wijkhuis. Die hier nu in water gaan. En dan komt daar PSV in baan nummer 6 dichter erbij. Het is Mout van der Meer tegen Kinge Sandringa. En nu zijn hier de twee dames die nu aan de leiding gaan. En de laatste wissel. Het is de Dolfijn nog steeds aan de leiding in 1:08:51. Maar het verschil teruggebracht tot 17e van een seconde. Keer in stel, Alinda Winsel, Elisa Hartman, Tessa Hoppenbrouwer, Tessa van Leunen, Nelly Veldhuis, Michelle Koot en Silke Huisman te water. En nu door. En dan is het daar nog veilig aan de leiding. Dan komt daar PSV, Nelly Veldhuis dichterbij. Dan wordt het spannend in die laatste meters. Komt het Veldhuis al daar in baan nummer 5. De Dolfijn het is. De Dolfijn 1:33:56. En dames en heren, dat is een nieuw kampioenschapsrecord! Wat een fantastisch begin van dit finale programma. En meteen een kampioenschapsrecord van de dames van de Dolfijn. 1:33:56. De uitslag is officieel. Geef uw applaus voor de nieuwe Nederlands kampioen, de Dolfijn. Het was een schitterende race, Jos. Ja, kun je het zeggen. Maar ik zie het natuurlijk wel vooraf dat het zo zou worden. Want ik heb de opkomst van de mixed estafettes gezien, waar ze aanvankelijk ook iemand die zei, ach, dat circus gedoe allemaal. Maar het is echt ontzettend leuk om te zwemmen, heb ik wel gehoord van de zwemmen. Maar ook om er naar te kijken. Het is een aanwinst, zeker nu het ook olympisch geworden is. Al is het de vrije slag estafette dan nog niet. En wel de vissersslag estafette, maar voor mij mogen die mixed estafettes blijven.